We gaan nu met begrijpend lezen aan de gang. Een kort instructiefilmpje om je even de onduidelijkheid die er blijkbaar was van de week uit de weg te helpen. In je materialentas had je twee stencils zitten die met begrijpend lezen te maken hadden. De eerste stencil was de beschrijving over hoe maak ik een kerstkaart. Nou, die heb je, als het goed is, heb je die gedaan. Dit lijkt op de huiswerkbladen die je gehad hebt. En de kerstkaartopdracht was een opdracht die je mee moet hebben in de kerstvakantie. Nou, toen heb ik je gezegd, in de vakantie hoef je geen huiswerk te maken. En toen wist ik ook nog niet dat ik hem later in een online week zou kunnen gebruiken. Er waren zelfs kinderen die vroegen of ze ook de kerstkaart die daar in de beschrijving stond moesten maken. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het ging puur om als soort tekst de beschrijving, een werkbeschrijving van in dit geval een creatief werkje. Als het goed is, heb je dat stencil gemaakt. En ik verwacht ook dat je dat maandag, als je een rondje op school komt om nieuwe spullen op te halen, dat je die tekst maandag bij je hebt en inlevert. En hetzelfde geldt voor de tekst van vandaag. Gisteren heb je gewerkt in het CITO-boekje. Daar heb je weer twee series met vragen moeten maken. Bladzijde 16, 17 en bladzijde 18, 19. Morgen ga je weer in dat boekje aan de gang. Vandaag kijken we naar het tweede stencil. En dat is dit stencil. En als ik het een beetje doorscroll, dan zie je vanzelf wel met deze interessante meneer daarop, die dat kleine stukje technisch vernuft uit de woestijn van Australië heeft opgevist. Dit kleine apparaatje is er overgebleven van de raket en dit kleine apparaatje heeft het gruis in zich zitten wat zo belangrijk is voor het ruimtevaartonderzoek van de Japanse ruimtevaartorganisatie. Inhoudelijk hebben we deze tekst voor de vakantie besproken. We hebben hem ook op school gemaakt met de sleutelvragen en alle andere opdrachten die daarbij horen. Ik ga hem straks even doorlezen. Je ziet bij deze tekst, want die gaat voornamelijk over woorden, schat, dat we ook nog een woordenlijst erbij hebben. Alle vragen die gesteld worden, worden gesteld over de betekenis van woorden in bepaalde zinnen. De betekenis van spreekwoorden, van gezegden. Dat is dus wat anders dan we tot nu toe hebben gedaan. Maar woordenschat is een beetje aandachtspunt voor ons. Vandaar ook dat je ziet staan dat het niveau A is. Ik denk, ik begin even een keertje makkelijk. Volgende week krijg je nog zo'n stencil erbij, naast je nieuwsbegripstencil. En dan maken we hem een keer met z'n allen op niveau B. Kijken hoe we daar uitkomen. Nou, ik ga even, om je wat te laten zien, even een voorbeeldje van een van de vragen. Ik klik even en dan krijgen we vraag 1 in beeld. Daar staat, kies het goede antwoord. Het is de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA die gelukt om gruis uit de ruimte naar de aarde te krijgen. Het stof en de brokjes steen gaan ze nu onderzoeken. Wat betekent het gruis? Belangrijk bij deze opdrachten is dat je ook de vraagstelling, het uitlegje bij de vraag al heel goed leest. Want soms kun je de antwoorden al vinden in die paar toelichtende zinnetjes die bovenaan de vraag staan. Er wordt gevraagd wat betekent het gruis. Zijn dat kleine stukjes steen, dikke plakken modder, grote brokken steen of reusachtige stukken rots? Nou, als je de tekst goed gelezen hebt, als je nog even terugkijkt naar dat plaatje van dat apparaatje, als je de zinnen hierboven gezien hebt, dan zie je dat eigenlijk hier op dit moment het antwoord op de vraag al aan je wordt gegeven. Maar je moet dat wel begrijpen, je moet dat er wel uitspitten. Na deze hebben wij, en het is een hele lijst, ik scroll hem heel snel er doorheen, hebben we nog 27 andere opgaven. En dan zijn er natuurlijk wel wat opgaven die moeilijker zijn, zoals deze gatentekst. Waar je op de plek van de haakjes woorden moet invullen. Je ziet dat bij 26 ook al gebeuren. Goed, voor vandaag staat deze tekst met deze 27 vragen centraal en die moet je gaan maken. En ik verwacht ook dat als je maandag op school komt en het tijdstip daarvan krijg je nog van mij te horen, als je maandag op school komt, dat je de tekst over de kerstkaarten, deze tekst, je extra stencil rekenen, je blaadje van taal, dat je dat allemaal bij je hebt, zodat we dat
kunnen bekijken en vooral ook kunnen zien of je met me meewerkt. Hoewel op dit moment krijg ik toch redelijk veel signalen van ouders, van jullie op social schools en bij het videokanaal waar ik zie dat toch regelmatig gekeken wordt, dat ik toch een klein beetje trots moet zijn en hoop moet hebben dat jullie allemaal inderdaad de discipline hebben om samen met mij deze lockdown tot een succes te maken. Want het is toch een rustige manier van werken. En als je het moeilijk vindt, maak je geen zorgen. Let op je werkdruk, hebben we ook gisteren in de opening gezet. Let op je werkdruk, werk jezelf niet over de kop, denk aan de ontspanning. En op het moment dat het erg moeilijk is, raak niet in paniek. De lockdown duurt niet voor eeuwig en dan pakken we het vanzelf wel weer op. En anders gaan we de lockdown zodanig inrichten dat je gewoon privé een half uurtje krijgt om de moeilijkheidjes die er zijn op te lossen. Jongelui, ik wens jullie heel veel succes met het oplossen van de tekst over het gruis van de planetoïden.